Ga je gewoon oprecht stoer doen tegen mij met je Glimmora, joh? Opeens, dat is eigenlijk al voorbij en nu denk je, nou, dat is helemaal nog niet voorbij. Nou, hier is een flash cannon voor je. Nee! Ken je Earth Power? Gaat dit alsnog fout? Serieus? Ze sloopt opeens allemaal Pokémon? Zo, dat gevecht tegen Poppy was even zweten. Kijk maar even hoe het ervoor staat met mijn team. Shiny Jumpluff down, Shiny Azumarill down, Shiny Titan down. Magnezone heeft het eigenlijk bijna helemaal gefixt. Dus nu ga ik iedereen reviven en we gaan een Rare Candy geven aan Dracloak. Want dan gaat hij evolueren. Bam! Level 60, daar is hij. Dat wordt de Shiny Dragapult. Knal even die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Laat even een reactie achter. Wat vind jij van deze Shiny? Shiny Dragapult is toch freaking amazing. Dit is toch zo'n vette Pokémon. We hebben hem aan het begin van de challenge gevangen. En nu is het eindelijk zover dat hij ook echt nuttig wordt. Dragon Darts wil hij leren. Heeft een power van 50. Maar raakt dus wel 2 keer. Dus volgens mij best sterk. En is dus bovendien een physical attack. Dus ik denk dat die beter is dan Dragon Pulse eigenlijk. Ja, let's go. We gaan Dragon Darts leren. Lekker! En dan moeten we nu tegen Larry met zijn flying type Pokémon. En dan denk je altijd als eerste om elektriciteit in te zetten. Dus Magnezone. Maar volgens mij heeft hij een trucje. Volgens mij heeft hij een Pokémon waarbij elektriciteit niet per se super effective is. Dus ik ga voor Sea Titan. Want die heeft ook super effective moves tegen flying type Pokémon. What up, Larry? Het is tijd voor mijn tweede deel van de Elite Four. Vandaag gaan we echt zien of ik Pokémon kan gaan worden. En in de gym had hij dus natuurlijk normal type Pokémon. Ja, vandaag dus opeens niet. Opeens moest hij andere type Pokémon gaan inzetten van Gita. Nu komt hij opeens met vliegnieren. En inderdaad, het is Tropius. En dat is helemaal nice, want die is natuurlijk grass als tweede type. Dus mijn ijsaanvallen zijn 4 keer super effective. Dus ja, die Tropius, dat moet nog wel gaan lukken, denk ik. What up, Tropioni? Ik ga je nu alvast vaarwel zeggen. Oh, lekker Sea Titan. Zo vet dat Sea Titan er weer bij is. Ik vind dat echt heel erg nice. Azumarill gaat naar level 61. Ik moet nu tegen Staraptor. Weet je? Ik hou het gewoon eventjes op Sea Titan. Want Staraptor heeft volgens mij ook fighting type moves. Ik ben een beetje bang dat hij dan mijn Magnezone alsnog gaat slopen. Ik denk dat Staraptor trouwens wel sneller is. Dus ik ga voor Avalanche. Kijk, deze close combat inderdaad. Ja, die is, ja, ik kan hem gelukkig wel overleven. Zijn defense is nu naar beneden. Omdat hij mij eerst raakt, doet mijn Avalanche 2 keer zoveel damage als normaal. Dus de Raptor is ook gewoon in 1 keer down. Oké, ja, ik dacht wel dat mijn Sea Titan die klap kon overleven. Was natuurlijk wel zo dat mijn Magnezone sturdy heeft. Dus ik had Magnezone eigenlijk ook wel kunnen inzetten. Dan moet ik nu tegen Altaria? Ik ga het eerst even proberen met Sea Titan. En dan hoop ik dat ik wel sneller ben. Want ijs is natuurlijk 4 keer super effective. Ice Spinner? Ah, nee. Ah, dit is jammer. Dit is jammer. Dit is heel jammer. Ik ben helaas niet sneller. Ja, dan moet ik voor Play Rough gaan met Azumarill, denk ik. Goed gedaan, Sea Titan. Ik ben alsnog trots op je. Je hebt gewoon prima gedaan. Altaria gaat voor Ice Beam. Ja, hey, dik prima. Vind ik helemaal goed. Maakt me echt niet uit. En Play Rough sloopt Altaria gewoon in 1 keer. Bam. Nou, dit gaat wel makkelijker dan Poppy. Met de Steel-type Pokémon van Poppy had ik zoveel moeite. Met de Flying-type Pokémon van deze grap, Larry, valt het eigenlijk wel mee. Oricorio nu. Dus nu gaan we wel eindelijk naar Magnezone. There we go, there we go. Zo lekker zijn. En als we deze Oricorio ook in 1 keer kapot kunnen maken. Oricorio gaat voor Teeter Dance. Dat zorgt ervoor dat er wat gebeurt. Oh, ik ben confused. Oh, dat is heel vervelend. Ja, dat vind ik echt niet chill gewoon. Waarom moet je dat doen, Oricorio? Waarom? Waarom? Je overleeft het ook gewoon. Nu, Revelation Dance. Die Oricorio die is alleen maar aan het dansen. Not very effective. Ik ben niet meer confused, dus dat is fijn. Alright, Oricorio is ook down. Lekker, man. 4 van de 5 zijn al neer. Moet er nog 1 Pokémon nu verslaan. Corviknight gaat een level omhoog en ik moet tegen Flamingo. Sowieso kent hij ook weer Fighting-type moves, hè? Oh, maar ik kan natuurlijk terrestrializen. Laat ik dat doen. Ja, what up, Larry? Oké, Flamingo. Battle, terrestrialized, discharge. Let's freaking go. Wie is sneller? Wie is sneller? Ja, ik denk Flamingo. Ja, Flamingo is sneller, potverdorie. Ik vind dat echt een... Ik vind dat echt een beetje een rare Pokémon. Het is gewoon echt... Gewoon een Flamingo, maar dan... Ja, in cartoonstijl. Ik had gehoopt dat ze hem iets bijzonderder zouden maken, die Flamingo. Of een evolutie zouden geven, maar dat is allemaal niet. What up, Flamingo? Hij is volgens mij wel redelijk goed, hoor. En daar gaat Magnezone. Go, go, go. Oké, hij doet dus close combat. Nou, die kan ik nu 1 keer hebben. Zijn defense en special defense gaan naar beneden. Dus ik hoop hem eigenlijk wel gewoon met 1 klap te slopen. Ik denk dat het wel zou moeten kunnen, hoor.
Hoppakee. Lekker gedaan, teampie. Lekker dit. Ja, dit ging vrij soepel allemaal. Ja, Larry, heb ik je voor de tweede keer verslagen. En de vorige keer was eigenlijk moeilijker dan nu. Nou, de schade valt oprecht mee. Even een klein beetje healen. Alleen Sea Titan moet gerevived worden. Ik moet nu dus tegen Dragon-type Pokémon. Dus ik zal vooral Sea Titan en Azumarill moeten gaan gebruiken. Dragapult kan ook. Welke type Terrestrialize? Ja, Terrestrialize en Ghost. Dus dat kan wel heel nice zijn. Dan haal ik gelijk mijn eigen weakness weg voor Dragon-type moves op mij. Oftewel, we hebben best wel wat opties hiervoor. Daar komt hij. En Hassel begint met Noivern. Dat is nice, want nu heb ik weer 4 keer super effective moves. Omdat Noivern ook een flying type is. Dragon en flying. Ja, als daar ijs op komt, is het gewoon klaar. Oeh, Noivern doet wel super fang. Dat betekent dat ik de helft van mijn HP kwijt ben. Dat is best wel een irritante move om mee te beginnen. Ja, doet hij wel goed, potverdorie. Ja, hij is wel in 1 keer weg. Maar Sea Titan is wel voor de helft down gelijk. Dat is jammer. Jumpluff gaat een level omhoog. Dan nu Haxorus. Ik ga denk ik even switchen naar Azumarill. Omdat ik hoop dat mijn Azumarill sneller is dan die Haxorus. Ik denk dat Haxorus namelijk weer sneller is dan Sea Titan. Oké, daar is Haxorus. Dan gaan wij dus voor Play Rough. Oh, oké. Haxorus is sneller. Oké, dat mag, Maar ik sloop Haxorus wel in 1 keer. Want deze Azumarill, ja, hij is gewoon zo sterk. Met dat item wat ik hem heb gegeven, die Muscle Band. Ah, ja, heel sick. Ja, dan moet ik dus wel weer wisselen. Zal ik gewoon nu Dragapult laten terrestrializen? Zullen we het gewoon doen? Ik heb er zin in. Ik heb gewoon zin om Dragapult te gaan gebruiken, man. Hij is er eindelijk nu. En dan moeten we hem ook wel in gaan zetten, hoor. Bam! Ouwe baas. Zo vet. Ik vind Dragapult wel een van de leukere Dragon-type Pokémon. Dragalge is trouwens ook sick, hoor. Ik weet niet. Hij is heel lelijk of zo, maar ik vind zijn typing heel tof. Ja, ik weet niet. Ik hou er wel van. Ik heb Dragalge ook een keer gebruikt in mijn eigen playthrough. Vind ik een hele toffe Pokémon toch wel. Nou, daar gaan we. Je mag gelijk terrestrializen, jongen. Gelijk. Nu ben je een ghost-type Pokémon. Dus ja, we nerven eigenlijk onze dragon-type moves, maar alsnog, kijk eens hoe snel dit gaat. Kijk eens hoe snel dit gaat. Wah, Dragalge is weg. Ja, we hebben best wel wat lekkere counters tegen dragon-type Pokémon. Moeten nu tegen Flapple. Ja, dan moet ik eigenlijk toch wel weer Sea Titan inzetten. Want Flapple is natuurlijk ook een grass-type Pokémon. Dus dan is ijs weer 4 keer super effective. Eigenlijk hetzelfde verhaal als tegen Noivern, waar Noivern flying was. Ijs is super effective tegen Dragonfly en grass, dus ja. Ben ik sneller? Oh my god. Oh my god. Oh, onverwacht, maar ik accepteer het. Wie gaan we inzetten? Nou, dan gaan we weer terug naar Dragapult. Dan gaan we gewoon weer dit doen. En dan gaan we voor Dragon Darts. Die is dus wel sneller. Oké. Man, die move is sterk, gek. What? What? Dragapult? Wat ben je allemaal aan het doen? Heel sick. Nou, weet je, dan gun ik het je ook gewoon om tegen Backscalloper te battlen, hoor. Dan gaan we weer hetzelfde doen. Dragon Darts, op je bakkes, vriend. Maar niet voordat Hassel terrestrialized. Daar is die, hoor. Rawr! Dragon Darts, ik ben sneller. Oh, maar Backscalloper overleeft sowieso 1 aanval van mij. Dus ik ben heel benieuwd welke move hij op mijn bakkes gaat doen. Gelukkig ben ik nu een Ghost-type. Dus ik denk niet dat hij heel veel super effective dingen heeft. Glaive Rush, die is wel goed. Is wel een goede aanval. Kijk, bam. Dus niet één super effective. Maar hij maakt mij gewoon kapot. Hij maakt mij gewoon kapot terwijl het niet super effective is? What? Azumarill, jij bent sneller toch? Ja, Backscalibur. Toch wel een zieke Pokémon zoals je ziet. Hij is ook level 61. Oké, hij is sneller dan mijn Azumarill. Maar die maakt hij niet kapot. Oké. Nice. Azumarill heeft het dan maar even gefixt. Nee, we hebben dit als team gefixt. We hebben dit echt met z'n drietjes gedaan. Azumarill, Dragapultje en natuurlijk Sea Titan. Gewoon GG's. Was gewoon een goede battle. Ja man, voor jou had ik gelukkig wel counters. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Oh nee, Hassel gaat huilen. Poppy gaat troosten. Rika gaat lachen. En Larry doet niks. En nu mogen we naar Gita. Ja, daar moeten we ook niet te makkelijk over denken, hoor. Dit is hoe het er nu voor staat. Sea Titan, Corviknight level 59. Ook Jumpluff level 59. Magnezone op 60. Dragapult op 61. En Azumarill op 62. Ja, met wie gaan we dan starten? Ik weet nog dat Glimmer als laatst komt. Go-Goat heeft zij ook nog. Die deed ze ook vrij laat in die battle. Ze heeft een King Gambit. Die deed ze niet als eerste, maar wel ergens aan het begin. Volgens mij begon ze met Espatra. En de rest weet ik niet meer. En Espetra is een Psyching-type Pokémon. Dus dan moet ik Berg Ghost of Dark-type moves hebben. Ja, dan moet ik toch voor Dragapult gaan. Waarom kent Dragapult trouwens nog geen Crunch? Ik wil Crunch leren. Hij kent wel Assurance. Oh, wacht even. Assurance is denk ik wel beter dan Bite. Want als ik dan al geraakt ben in die bird, dan doet Assurance double damage. Dus dat is sowieso beter. Oh, en Phantom Force.
Wat? Ja, die moet ik ook in plaats van Shadow Ball doen. Dat is beter, want mijn attack is hoger en sowieso is Phantom sterker. Yo, hoe dan? Waarom heb ik allemaal geen melding ervan gekregen dat hij die moves kan leren? Oké, die moves gaan we pakken. Dus we beginnen met Dragapult. Bovenop het dak hier zo van de Elite Four, van de Pokémon League. Daar hebben ze ook gewoon een Pokémon Arena. What up, Gita? Let's go! Ik vond het tijdens mijn reguliere playthrough niet een hele moeilijke battle of zo, maar toen had ik volgens mij ook al hele hoge level Pokémon. En een heel uitgebalanceerd team. En in dit team zitten toch wel wat flaws of zo. Wat moeilijke dingen die we moeilijk kunnen counteren. En eigenlijk is Psyking-type er ook eentje van. Ja, ik vertrouw deze Pokémon ook niet. Ik ga gewoon gelijk Terrestrialize. Ik wil gewoon een Ghost-type Pokémon zijn, omdat die vet weinig weaknesses hebben. En dan ga ik denk ik voor Assurance. Want ik verwacht dat Espatra eigenlijk heel erg snel is. Espatra is typisch zo'n Pokémon die dan ook opeens Fairy-type moves kent of zo. En dan met Dragapult weer in één keer sloopt. Daar heb ik helemaal geen zin in, jongens. Ik ben sneller dan Espatra. En dat had ik sowieso niet verwacht. Krijg wel applaus van Gita. Zie je wel? Dazzling Gleam. Ik wist het gewoon. Nou, nog een Assurance is genoeg om Espatra te verslaan. Oh, die Dazzling Gleam had mij gesloopt, hè? Nu, King Gambit. Ja, dan heb ik een Fighting Type move nodig. Oh, wacht. Die heb ik. Bij Azumarill. Ja, ik heb bewust wel een fighting move ergens bij een van deze Pokémon geleerd toen ik zag dat het kon. Want ik wist gewoon, soms heb je dat gewoon nodig, die fighting moves. Hij is natuurlijk Dark en Steel, hè. Dus het is vier keer super effective. Ik weet niet of mijn fire move van Dragapult hem in één keer zou slopen. Maar van Superpower weet ik dat 100% zeker. Nou, wel jammer dat hij sneller is. Maar alsnog, Superpower... King Gambit is in één keer weg. Ja, fighting moves, daar kan je hem zo makkelijk mee slopen. Mijn verdediging is wel omlaag nu. En mijn aanval volgens mij ook van de Azumarill. Dus ik weet niet of ik de Azumarill nog veel kan inzetten. Groeit wel naar level 63. Dan nu Go-Goat. Ja, dan ga ik voor de Seatidon. Of ik kan ook Corviknight een keer gebruiken. Laat ik dat doen. Ik ga een keer voor Corviknight. Die hebben we volgens mij nog helemaal niet gezien tijdens deze Elite Four. Jij moet ook even je shine krijgen, want jij hebt ook ons flink geholpen tijdens deze playthrough Corviknight. En nu ik hem eigenlijk zo zie, vind ik hem toch wel tof, deze shiny Corviknight. En dan gaan we natuurlijk voor Drill Pack. Go-Goat begint wel met Play Rough, maar ja, dat doet mij helemaal niks, Gita. Dat had jij kunnen weten. Go-Goat overleeft mijn Drill Pack wel. Oh ja, en ik heb de Leftovers item natuurlijk met Corviknight. Dus ze krijgen weer lekker een klein beetje HP terug, joh. Doe je ding, man. Doe je ding, Go-Goat. Shiny Go-Goat had ook wel vet geweest voor deze playthrough. Want het is een hele mooie shiny met gouden horns en zo. Die is echt heel cool. Maar geen probleem voor Corviknightje, die ook een level omhoog gaat. Oh, we gaan goed, man. We gaan goed. Dan nu Veluza. Ja, dan ga ik voor Magnezone. Oh, en dan hebben we Jumpluff gewoon nog niet gebruikt. Arme Jumpluff. Ja, maar Jumpluff... Ik hou wel van mijn Jumpluff. Dat was mijn eerste shiny in deze challenge. In het begin is Hopwip heel waardevol geweest. Ik was er heel blij mee. Ja, hij hoort gewoon wel bij dit team. Hij hoort er wel echt bij. Misschien dat we hem hierna nog kunnen gebruiken. Ik krijg een liquidation op mijn hoofd van deze Veluza. Ik verwacht dat Discharge hem in één keer kapot maakt. Ja, man. Ja, man. Lekker team. Lekker shiny team. We worden Pokémon kampioen. Ook met alleen maar shinies gewoon. Hoe vet is dit? Ik moet nu tegen Avaluk. Ah, jammer dat ze een Avaluk heeft. Want dan kan ik Jumpluff weer niet gebruiken. Nou, dan gebruik ik nog steeds even Magnezone. En dan gaan we voor Flash Cannon. Avaluk is een hele trage Pokémon natuurlijk, dus we zijn altijd sneller. Oh my gosh, en Avaluk gaat ook in één keer down. Oh, lekker! Volgens mij hebben ze nog maar één Pokémon over. Hoppakee, Glimmora. Oh, maar dan kan ik wel proberen om Jumpluff te gebruiken. Maar het is wel een gokje, want het is steen en poison. Oh, maar ik wil Jumpluff gewoon... Ik wil Jumpluff wel nog even gewoon... Even die credits geven. Als ik nou een hele sterke poison type move op mijn bakkes krijg, dan is het jammer voor Jumpluff. Maar ik ben begonnen met Hopwip. Dus ik wil gewoon dat jij ook nog je shine krijgt tijdens deze battle. Als je langzamer bent en maar één aanval overleeft, dan haal ik je er weer uit. Oh, ik kan niet meer terrestrializen. Dat is wel jammer. Dat is heel jammer. Oh my gosh. Overleef één aanval, alsjeblieft. Daar is Glimmora gaat terrestrializen. Ja, en dit is wel een rock type. Dus dat is wel... Dat pakt dan wel weer goed uit. Ik heb ook giga had er één gedaan. Ik hoopte een beetje op Rock. Ik ben sneller. Ik haalde 1/3 van de HP vanaf. Ja, Sludge Wave is wel pijnlijk, denk ik, man. Voor Jumpluff. Nee, niet in één keer. Nee. Gita, waarom doe je mijn starter Pokémon dit aan? Azumarill. Jij kan ook verslagen worden, maar als jij sneller bent, dan pak je haar. Met je Aqua Tail. Of ja, Superpower had misschien nog beter geweest, trouwens. Misschien had ik gewoon Superpower moeten pakken. No! Nou ja, Terra Blast, dat is dan wel een Rock-type move. Misschien overleef ik die gewoon. Oké.
Oké, ga je serieus doen met je Glimora? Ga je gewoon oprecht stoer doen tegen mij met je Glimora, joh? Opeens, dat is eigenlijk al voorbij en nu denk je, nou, dat is helemaal nog niet voorbij. Nou, hier is een flash cannon voor je. Nee! Ken je Earth Power? Gaat dit alsnog fout? Serieus? Ze sloopt opeens al mijn Pokémon? Dit gaat opeens hartstikke stoer doen. Eigenlijk had ik nu Corviknight in moeten zetten, maar ik kies toch voor dan al. Ik kies gewoon voor Dragon Darts. Lekker, Dragapult is sneller. Maar het is niet sterk genoeg. Oh nee! Toxic debris. Deze Glimora. Deze battle ging kapot makkelijk en nu begint ze opeens echt vet stoer te doen. Dus iedere nieuwe Pokémon die nu eventueel de battle inkomt, die is ook gelijk poisoned. Hey, overleef dit alsjeblieft even. Wat? Pardon? Pardon? Doe normaal? Corviknight? Doe jij dit even afhandelen alsjeblieft? Ga je dit menen? Wat is dit nou? Het is nou klaar, hè? Het is nou afgelopen, hoor, met je Glimora. Potverdorie! 5 Pokémon maak ik 1 voor 1 kapot. En Glimora sloopt bijna helemaal mijn shiny team. Maar toch niet, want daar was Corviknight. En dan hebben we toch met z'n allen gewoon gefixt. Gita, met je ene uber-Pokémon opeens. Maar daar is dan toch applaus. We zijn Pokémon-kampioen geworden. Nu moeten we nog naar Area Zero. Battelen tegen Penny. Maar dit hebben we afgerond. Knal de duimpjes omhoog als je van Nintendo houdt. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie allemaal heel graag bij de volgende video. Mazzel!